Yo mensen, Mark hier en we zijn hier weer terug met een nieuwe video van Crash Bandicoot 4, About Time. Ja, ik ga vandaag even iemand een map verkopen. En dat is al een vijand sinds de... Ja, sinds het derde deel is dit al mijn vijand. Dr. Neo Cortex. Sinds het eerste deel eigenlijk. Nou ja, ik heb hem zo vaak al verslagen. Tijd. Of ik val. Nou, zijn we dan. Cortex. It's about time. This is going to be just like the old days. Except this time, everything will go according to my plan. Ja, ja, inderdaad. I've made a few upgrades. Nou, Cortex, oké. Okay. Rain of giant deadly missiles. Punchbot Mark 2, deploy! No! Ow! Punchbot Mark 2 is for you, not me! Ja, je krijgt je terug! Let's try this one. Oh god, deze. Oh. Mooi, en dat is de volgende. Ja, Cortex is wel heel makkelijk dit keer. The anti-marsupial missile is my own design. Do you like it? Nou, ik ben geëlektrocuteerd voor nu. Oh, hij stopt wel bij deze. En dan ging het weer te snel. Apoeklaba! Oh. Auw. Oké, okay, nu val ik een beetje jongens, nu val ik. Dat deed ik ver zelf met mijn eigen domme kop. Ah, god. Ik kreeg net die bot, maar helaas, die is mislukt, jongens. En ik stap weer een andere ding. Beer! Oh god. Nou, dat gaat niet goed, jongens. Haha. Oh. Ah, ik moet de hele tijd mijn knop indrukken. Gaat lastig jongens. Zweet, zweet, zweet. Come on.
Ik val iedere keer. Oh, ik trap erin. Totdat die paars komt. Ah, jongens. Het gaat niet goed. Dat team aan een baas. Pop, verdorie. Weer die laatste. Net voor die bot. Ah, ik had net die bot bijna. Ah, god, nee, kak. Ah. Dit is echt een faalmomentje. Jongens. Nou, voor mij scoort ik nog niet de ultieme eindbaas. Want ik heb ook nog een trophy. Ik denk dat hij echt de ultieme eindbaas is in deze game. Maar ik moet zeggen, Cortex is wel rete moeilijk. Klein pauzetje. Ik had hem serieus bijna. Ik had hem echt serieus bijna. Mooi. Oh, oh, oh. Ik zag de bot aankomen. Ik probeer me echt naar voren te stampen. Als jullie die bot niet aankomen, dan... Dit is een lastige, jongens. Ho, ho. Ah, hij stoot maar weg. Ik moet even wachten tot hij is gestopt met het draaien. Oeh. Moet even wachten tot hij gestopt is met draaien en dan kan ik hem te pakken krijgen. Jongens, ik faal hier echt. Dit is een lastige. Cortex ook. Ah, kak, 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 kak. En ik krijg ook geen maskertje, hè. Zo balen. Stap er weer in.
kak. Ik ken nu wel een beetje mijn doelen. Kijk. Dit is het doel. Iedere keer tussen die paarse door. Oeh. Het gaat redelijk snel, dus ik moet flink wat tijd insteken. Mooi, we hebben hem. Oh, thank god. Het kost even de tijd, maar ja. Mijn god. Wat? Did I do that? Oh, kak, kak. Kill the bandicoot, crush the bandicoot, smash in its head. Dit is lastig, jongens. Zo. I wonder what happens if I hit all the buttons at once. Oeh. Feel the Da, god. Kak. Nou, oh, hier had ik voor moeten bukken voor deze. Dit is een lastige. Oh. Dit is een hele lastige. Oh mijn god jongens, ik heb er moeite mee deze baas te verslaan. En weer. En in de afgrond. Nou, het gaat lekker jongens. 35 keer dood. Erger dan dit kan het niet. Ik had hem nog een keer moeten doen. Ik zag die groene te laat. Die laatste groene zijn zeer lastig te krijgen, jongens. Oh mijn god. Kak! Raket! En dan word ik precies net door die bot weer gepakt, hè? Ai, ai, ai. Nu word ik even geraakt door flink wat raketten, wat ik niks aan kon doen. Nu ligt hij wel recht op me. Ah. Wauw. Oh god, ik word weer geëlektrocuteerd. Jongens, dit gaat echt niet goed. Oh. Mijn god.
Je loopt één keer te ver. Dat die is die paars weer. Ai. Het tweede groen heb ik wat moeite mee. Ah, god, weer net voor die bot. Oh. Mijn god, ik heb er moeite mee vandaag. Zo vaak die tijd vertragen. En dan ook nog die raketten erbij. Het is bijna erg onmogelijk al om dit te zo snel voor elkaar te krijgen. Oh god. Net voordat die bot komt heb ik er problemen mee. En dit is de laatste die ik moet raken. Oh, wat een scheid irritant. En ik spring er weer recht in. Natuurlijk, tuurlijk. Oh mijn god. Het ging me niet te snel. Die kan ik nou niet redden. Oh mijn god, jongens. Zo, hè. Mijn god. Jongens, wat een rot level is dit. Serieus. Mijn god, ben je er te lang mee bezig geweest? Maar ja, de verhalen zijn ook wel weer leuk. Blasted bandicoots. Must we keep going around and around like this? Tell me, Crash. Is this all there is? Forever? Hm? Oké. Okay. Gloat all you want. I quit. If you need me, I'll be on a tropical island somewhere. Alone. How fortunate. You see, I no longer have needs for our alliance. I found a new partner and a new plan. You were scheming behind my back? What the? Of course. The Rift Generator has capabilities beyond your eager imagination. You were content to simply rule over space and time, but I'd rather start from scratch. Erase it all. Wipe the slate clean. I'm going to reset the timeline and rebuild it to my liking. I will become a god, which means you won't exist. And neither will those feather-brained masks or those meddling marsupials. Wipe from existence by that pompous peacock?
I'd like to see him try after I shove that tuning fork up his... But not if we get to him first. It appears we have a common enemy. Perhaps there's a way out of our endless cycle after all. Huh? Nou, God. Knuffelen met de vijand. Oké. Mijn god. Oh. Moet ik echt zeggen, dit was een kaklevel. Maar ja, we hebben het wel weer overleefd, tenminste. Dus ja. Oh, mijn god. Wat een level. Op naar het volgende eiland waar we... dit ziet er bekend uit. Ja, dat wordt dus het volgende eiland. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie natuurlijk daar geen Cortex. En dan zie ik jullie natuurlijk bij de volgende video. Later!